frío. Hallo, mijn naam is Dick Shadows en welkom terug op mijn kanaal. Ik heb een video gemaakt over hoe je de zombie shield in elkaar kan zetten in Shadow of Evil. Ik doe het samen met een vriend van mij, een Engelse maat van mij, Elliot. En ik ga jullie stap voor stap laten zien hoe ik dat doe. Dus ja, let's go. Oké, de allereerste stap wat we gaan doen is, we gaan naar Waterfall District. Dat is zeg maar hier. Het eerste wat je doet is gewoon, je doet hek open natuurlijk, logisch, en je verandert in dat beest. Zodra ik in dat beest verander, moet je zeg maar ergens naar boven greppelen. En dat is zeg maar hier de eerste bij die brug naar boven. Wat ik nu ga doen is, ik ga de power aanzetten van de trap. Zodat de trap open kan natuurlijk, zodat ik er langs kan. Ik verander weer terug in human mode. En het eerste wat ik ga doen is, ik ga naar de trap naar boven. En als het goed is, vind ik de eerste part meteen hier. Ja, dat is hem. Ik heb hem. Maar ja, hij kan ook ergens anders liggen. En dat ga ik jullie ook laten zien. Hij kan zeg maar of zeg maar hier zeg maar bij het raam liggen. Hier, ja. En zeg maar bij het poortje bij de brug. Dat is over hier. Oké, op naar de volgende part. We gaan naar Footlight District. Dat is zeg maar hier. Dat is zeg maar de laatste van rechts. Ik ben weer in beest veranderd zoals je ziet. En ik moet zeg maar daar naar boven kreppelen. Daar zit vaak ook Juggernaut of de Mystery Box. En ja. Ik zet de power aan van de trap. Wat ik dus op dit moment nu doe. En ik verander weer terug in de mens. Ja. Dus ik ga nu weer op zoek naar de part. Ik ga meteen de trap weer omhoog hier rechts. En zoek naar de tweede part. En als het goed is... Ja, ik heb hem. Hij ligt tegen het hek aan. Dus ja. Tada. Maar hij kan ook op andere locaties liggen. Zoals ik ben... Dus hij gaat... Ik ga het jullie weer laten zien. Hij kan tegen het bankje aan liggen. Of hij ligt soms hier op die stoel. Ja. En dan gaan we naar de volgende part. De allerlaatste. Dan gaan we naar Canal District. Dat is zeg maar een poort naar de kanalen toe waar je meerdere richtingen hebt. En dat ga ik jullie ook laten zien. Ik loop nu zeg maar naar de Canal District. Dat is zeg maar de allerlaatste. Meteen als je bij het beginpunt naar links gaat, die poort. Hek is open. Maar als je hier komt, heb je nog twee hekken. Welke jij dan moet pakken is niet die. Dat is de rechter. Dus we moeten de linker hebben. Dus ik open de linker. En als het goed is, dan ga je zeg maar dat trappetje daar naar boven. En dan heb je daar een hekje. Die moet je ook open doen. Dus dat is de volgende stap. Oké, ik doe het hek open. Ik ga de part zoeken. Maar waar die soms ook kan liggen is, hij ligt meestal niet hier, nee. Ik weet niet waarom ik daar op zoek naar ben, maar hij ligt meestal zeggen of hier binnen. Moet hij ergens liggen, maar hij ligt dus zeg maar hier. Ik heb hem hier al gevonden. Maar hij ligt zeg maar ook wel eens zeg maar in dat hoekje. Ja, precies die. Nou, we hebben alle parts, dus we kunnen dat ding gaan bouwen. Even lekker een pauzescherm. Maar, ja. We zijn nu een beetje aan het rondkloten met de zombie, want ik was bezig met die parts. Samen met Elliot, ik zet nu de zombie shield in elkaar en... Tada! Ik heb hem. Leuk ding is het, het is echt geweldig om mee rond te hangen. Maar ja, in ieder geval, ik ga hem ook nog even testen natuurlijk, dus dat kunnen jullie zien. En ja, Elliot is lekker bezig met die zombie. Goed bezig, jongen. Dus ja, ik ga lekker met dat ding kloten. En... Boppa! Ja, leuk! Geniaal ding. Maar ja, zoals ik al zei, de eerste part is in Waterfall District. De eerste, je verandert in het beest. Greppelt omhoog. En zorgt ervoor dat de trap open is. En als het goed is kan de eerste part links liggen. Of ze ligt dan in de binnen in dat gebouw. De tweede part is in Footlight District. Hetzelfde verhaal. Je verandert in het beest. Je greppelt omhoog. Je opent de trap. En dan moet je ook ergens boven liggen als je naar de trap naar boven gaat. De allerlaatste part is zeg maar... Ja, heel simpel. Je Canal District. Je opent zeg maar het poort. Je kiest dan de linkerpoort. Gaat de deur omhoog. Opent nog een poort. Kan als het goed is, zit hij binnen of hij ligt op de brug of hij ligt een kamertje verder in de hoek. Heel simpel is het. Het is hartstikke leuk om te bouwen. Je kunt er echt gekke dingen mee doen. Je kan er lekker mee trollen. Je kan er lekker jezelf mee verdedigen. Je kan er hoge rondes mee komen. Dat ding is echt uber sterk. Alleen hij dasht na een hele tijd niet meer. Want er zit waarschijnlijk een limiet op van hoe vaak je die rocket kan gebruiken. Maar ja, hij is hartstikke leuk. Ik ga hem zeker heel vaak gebruiken. Ik ga er leuke video's nog mee opnemen. En binnenkort ga ik ook een video maken over hoe alle rituelen in zijn gang gaan. En kunnen we lekker plezier gaan beleven natuurlijk. Maar ja, de rituelen zijn heel simpel. Dit is de map Shadow of Evil. En ik wil natuurlijk ook van alle andere zombie mappen gewoon leuke video's van maken. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren. In ieder geval bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende video wel weer. Tot ziens.